Mijn 16e ben ik begonnen met tekenen. Toen zag ik een straattekenaar in Italië. En ik werd heel erg geïnspireerd door die man, omdat hij echt heel goed kon tekenen. En het eerste wat ik deed toen ik terugkwam van vakantie, was het zelf ook proberen. En na 3 maanden werd ik benaderd door een Amerikaanse uitgever. En die vroeg of ik het leuk zou vinden om in een boek te staan met de beste tekenaars ter wereld. Ja, ik vind het minder saai als ik met 2 handen tegelijk teken. Omdat met 1 hand, ja, dat kan op zich best wel saai zijn. Want je bent heel lang alleen maar met je linkerhand bezig. En dan met 2 handen tegelijk, dat is ja, wat uitdagender. Ja, ik denk er zelf niet over na. Maar met tandenpoetsen of zo, het maakt niet uit of ik mijn linker of mijn rechterhand gebruik. Ik heb, als ik bijvoorbeeld een celebrity nateken, dan heb ik 2 foto's op de muur staan. Voordat ik begin met tekenen, probeer ik heel erg te bestuderen. Ja, dan denk ik er verder gewoon niet over na. Het gaat gewoon vanzelf. Ja, het gaat vanzelf. Ik vind het heel moeilijk om uit te leggen, omdat ja, het is voor mij, het gaat zo natuurlijk. En ja, ik denk er zelf niet over na dat het moeilijk kan zijn. Of... Ik heb een hele trage maaglediging en daardoor kon ik niet zo heel goed eten. En daardoor kreeg ik allerlei andere klachten. Op een gegeven moment woog ik ook maar 36 kilo. En ja, dan ben je heel erg vermoeid omdat je ja, niet genoeg eten kan. En ja, dat was wel heel frustrerend omdat ja, dit is je passie en je kan je passie niet uitvoeren. En dat is, ja, dat was wel heel jammer. Ja, het leukste vind ik dat als andere mensen mij zien, dat ze dan ook geïnspireerd raken om ook te gaan tekenen. En dat ze het misschien anders niet hadden ontdekt, maar doordat ze mij dan zien, dat ze dan ook gaan proberen. Dat ze dan ook hun talent ontdekken of dat ze gewoon een manier vinden om zichzelf te kunnen uiten in tekenen. Thank you.